Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is voor mij vandaag maandag. Ik ben net wakker. Ja, niet net wakker, maar... Ik heb nog vrij weinig gedaan. Mijn bed ligt nog open, dat ga ik eventjes doen. Ik ga me eventjes wassen en aankleden, want ik loop nog steeds in mijn pyjama. Ja, we gaan kijken wat deze dag gaat brengen. Ik moet even naar het centrum. Ik moet even een paar boodschappen halen. Maar ja, alles gaat pas om 12 uur open natuurlijk. Dus het is even wachten. Wauw. Ik heb al vanmorgen een kop koffie op, maar ik heb het lekker in. Kopje koffie, dus dat gaan we gewoon lekker doen. Oh, het is echt vervelend dat op maandag winkels pas om 12 uur open gaan. Sommige zelfs om 1 uur. Maar het is heel vervelend. Want we moeten elke keer wachten. En daar kan ik niet tegen. Goed, even een kopje koffie zetten. En dan ben ik helemaal happy. Oh. Ik kan niet tegen dat wachten, echt niet. Vreselijk. Ik ben echt al vanaf 7 uur op. Het is nu. Ik ga niet hoe laat het is. 10 over 10. Ik hoopte dat het 10 over 11 was, maar het is 10 over 10. Dus ja, het is allemaal een beetje vervelend. Maar goed, ik ga nog even wat dingen voor mijn komende stage doorlezen. Ik heb hier allerlei dingen uitgeprint in een map gedaan. Dus dat is wel fijn. Gaan we nu maar even doen. Ik kan serieus niet drinken deze ochtend. Ik heb al mijn tweede kop koffie over me heen gegooid. Ik heb mijn trui net in de was gegooid. Mijn moeder brengt zo'n t-shirt mee, maar... Het is echt al de tweede keer dat ik dit kopje koffie half over me heen giet. Er zit nog koffie in. Ik kan gewoon niet drinken vandaag. Ik kan echt niet drinken vandaag. Ik heb trouwens mijn oude telefoon, mijn Samsung J4, teruggezet naar fabrieksinstelling. Want Chantal die koopt hem over. Dus dat is eigenlijk wel leuk. Haar camera aan de achterkant, dit, is dus bij haar helemaal kapot. En je kan het serieus in met je vinger, je kan in die camera. Dus ik weet niet wat ze heeft gedaan, ik denk dat hij klem gezet heeft aan de tas ofzo. Dus ik koop mijn telefoon over omdat ik hem niet meer gebruik. Ja... Maar goed, dat wil ik melden. Ik kan gewoon niet drinken vandaag. Tweede kop koffie die ik over mijn kleding giet. Ah, fijn. Hartstikke fijn. Goed, het is mega donker. Mijn hoekgordijnen staan nu dicht. Die ga ik nu openzetten. Maar het is mega hard aan het onweer en regenen buiten. Dus ik ga denk ik maar eventjes mijn lampjes aanzetten. Zodat we toch nog wel iets zien. Ik ben even in het centrum geweest. Ik heb een paar nieuwe dingetjes gehaald. Nou ja, nieuwe dingen gehaald. Valt ook wel mee. Ik heb een zwart shirtje met halve mouwen gehaald. Dit witte shirtje. En er staat Awesome op. En die heeft van deze super cute gekleurde mouwtjes. Ik heb watjes gehaald. Dit zijn allemaal bonnen en dingen. Nodig. Ik heb snoepjes gehaald. Wel lekker. En dat was het. Voor de rest heb ik niks gehaald eigenlijk. Even een afval hierin doen. Het heeft natuurlijk geen zin om dat allemaal in die tas te laten zitten. Oh ja, en ik heb dit gehaald. Ik hoop dat het werkt. Dit is een soort tassen. Of daar tassen. Een soort ding tussen je agenda, dat je weet, een soort bladwijzer, dat je weet waar je bent. Dus ga ik even proberen. Ik hoop dat... Oeps, ik ben aan het gooien met alles. Ik hoop dat het werkt. Dus ik heb nu allemaal van die stickies ertussen zitten, maar dat is ook niet alles. Dus ik ga dit even checken. Hopelijk werkt het. Goed, ik ben klaar met het editen van de vlog van gisteren. Chantal en ik hebben namelijk gisteren samen gevlogd. Die vlog heb ik nu geëdit. Alles is helemaal ready en klaar. En het ziet er allemaal best prima uit. Ik ben er heel blij mee. Het is een vlog geworden van 10 minuten. Dus prima tijd. Niet te lang, niet te kort.
Wat ik nu ga doen is even wat dingen naar mijn opa en oma brengen. En daarna ga ik gewoon weer terug naar huis eten vanavond. Makkelijk, omdat er nog ziek veel stokbrood in de kast hebben liggen. Dus waarschijnlijk doe ik vanavond gewoon lekker een paar stokbroodjes in de oven. En ja, gewoon lekker iets van ham of kaas of weet ik het wat. Tussen misschien een eitje bakken voor op een stokbrood. Ik weet het niet, maar gewoon wel simpel. En morgen ga ik gewoon lekker koken. Ik wilde eigenlijk vandaag koken, maar toen ik zag dat we nog zoveel stokbrood hadden, dacht ik, beter gaan we dat eerst opmaken. Want anders moeten we het straks weggooien. En dat is niet helemaal fijn. Dat heb ik trouwens vandaag aan. Omdat ik natuurlijk gewoon 3 keer koffie over me heen heb gehoord, heb ik inmiddels mijn Elton John shirt aan. Met mijn grijze broek en mijn Vans. Ja. Wat een gedoe, jongens. Ik ga even hem opnemen. Mijn tas staat hier helemaal ingepakt. Dit is mijn nieuwe favoriete tas. Deze tas heb ik gekocht bij de H&M. Het is gewoon een hele grote shopping tote bag. En hij is van Velvet. Hij is floors. Ik vind het super mooi. En dit moet je dan bovenin strikken om je tas dicht te maken. En I love it. Ik hou echt van zulke tassen. Ik vind het super veel fijner dan tassen met ritsen en alles. Ik hou er helemaal niet van tegenwoordig. Dus ik ben helemaal happy. Ik ga naar mijn opa en oma. Let's go. Goed, ik ben lekker bij mijn opa en oma geweest. Was gezellig. Lekker even bij gekletst en gelijk spulletjes gegeven. Die oorbellen die ik nu in heb, die heb ik ook in het goud en rosé kleur of zo, roze rosé. Maar goud en roze rosé draag ik niet. Dus ik dacht, ik ga ze aan mijn oma geven, want die draagt waarschijnlijk wel die kleurtjes. Dus nu heeft zij ze. En ik draag alleen zilver, dus vandaar. Dus die heb ik ook gelijk even gebracht. Dus ik ga nou naar huis. Even nog een paar dingetjes doen. En dan zometeen lekker eten. What's up? Ik ben klaar met het uploaden van de video. Tenminste, hij is nu aan het uploaden. En dan staat die video gepland voor ons tweede kanaal. Just Like Us. Oh, die op het kanaaltje nog niet heb gedaan. Ik ga even eten. Ik heb trekken, dus ik ga eten. Het is inmiddels 5:30. Het is niet zo heel erg laat, maar het is wel etenstijd. Dus dat gaan we nu maar even doen. Maar ja, ik heb voor de rest vandaag niet heel erg veel plannen. Het is heel relaxed. Ik denk dat ik vanavond even een nieuwe serie ga kijken op Videoland of zo. Of Escape the Night verder kijken op YouTube, want dat heb ik ook nog niet gedaan. Dat ga ik sowieso wel even doen vanavond, want ik heb totaal de aflevering nog niet gezien. Ik ben heel erg benieuwd. Wel, het is avond voor mij nu. En ik vind het de laatste tijd heerlijk om boekjes te lezen. En dingetjes gewoon te lezen, boeken te lezen. Maar mijn e-book wil op de een of andere manier niet werken. Ik krijg de boeken er niet op. Het werkt totaal niet. Dus ik heb de app Kobo gedownload van bol.com. En ik heb net het boek Cornelly Invited gekocht van Zoe. Ik wil jullie even de front laten zien. Dit boek. Dit boek. Ik wilde dat boek eigenlijk al heel graag lezen. En dat ben ik nu dus aan het doen. Het begint met een mooie foto van Zoe. Superleuk. Dus ik ga lezen. Ik lees het nu op mijn telefoon. Omdat ik binnenkort wil gaan kijken voor een tablet. Omdat ik het daar dan op kan lezen. Op mijn laptop leest heel vervelend. Dus ik wil of gaan kijken voor een tablet. Of even kijken hoe we dat anders gaan oplossen. Maar in ieder geval lees ik nu heel veel e-boeken. En ik ben nu dit boek aan het lezen. Dus ik ga vandaag een start maken. Ik ga nog heel veel was ophangen. En daarna dan ga ik lezen. Goedemorgen, het is voor mij vandaag dinsdag. Op mijn hoofd. Het is dinsdag en ik ben al een tijdje wakker. Het is nu 9:30. Ik loop wel nog steeds in mijn pyjama rond. Ik ga vroeg op, maar ik merk wel dat ik gewoon echt tot een uur van 9:30, 10:00 gewoon in mijn pyjama rond aan het lopen ben. Het is ook niet helemaal top. Maar het is dus vandaag dinsdag. Er staat niet heel veel op de planning. Ik heb al mijn bed en alles al opgemaakt. En mijn kamer is netjes. Ik moet alleen even stofzuigen vandaag. Outfit. Ligt al klaar over de stoel.
Ik ben eventjes YouTube video aan het kijken, net koffie gedronken en ontbeten en alles. Dus ik ben even YouTube aan het kijken en daarna ga ik me aankleden en ga ik mijn skincare doen en al die dingen die ik nog allemaal moet doen. Ja, dit is het eigenlijk. Een vrij rustige ochtend, we hebben net de papagaai naar beneden gebracht. Dus ja, het komt allemaal helemaal goed. I'm done. Ik ben aangekleed. Ik heb een rood shirtje aan, zwarte broek en lekker van die bollige pantoffelsokken. Ik ben nog steeds YouTube video's aan het kijken. Het is nu inmiddels 10:10. Dus het valt nog allemaal wel mee met de tijd. Ik ga even mijn agenda uit mijn tas halen om te kijken of er vandaag nog iets op de planning stond. Er zit allemaal haar in mijn gezicht. Ik ga even mijn agenda kijken wat ik moet gaan doen vandaag en dan gaan we het allemaal zien. Volgens mij stond er weinig op de planning vandaag. Met de cavia. En jongens, ik meen het, ik heb niet in mijn eigen broek geplast. Maar dat heeft de cavia zojuist gedaan. Ik ben helemaal nat. Ook echt precies dit stuk. Ik zweer het je, ik heb het niet zo gedaan. Oh. Man, ik voelde het nikker warm worden. Ik denk, uh-oh. Dat is de cavia, ik niet. Oh, ik heb trouwens een maskertje opgedaan. Die ga ik er zo even... afwassen, mijn gezicht glimt nog een beetje. Ik ga wel gelijk douchen, want ook alles zit onder. Zelfs mijn onderbroek is volgens mij nat. Ik weet het niet, maar het is niet heel best. Ik ga even douchen en gelijk het masker eraf halen. Als ik toch onder de douche sta, doen we alles maar gelijk. Goedemorgen, het is voor mij vandaag woensdag en ik ben net wakker. Het is 8:15. Ik heb er vandaag voor gekozen om even een uurtje langer te blijven liggen. En Spiegelman zei dat ik vandaag niet heel erg lekker heb geslapen. En daardoor vanmorgen dacht, weet je, even een uurtje langer. Oh, ik kan geen kwaad, het is tenslotte nog steeds vakantie. En ik heb nog steeds andere, of 2,5 week vakantie. Dus ik ben net wakker, zoals je kunt zien. Mijn bed ligt ook nog open. Ik trek dit even recht. Daarna ga ik naar beneden even koffie maken. En daarna ga ik weer terug naar boven. Om eventjes lekker op mijn gemak wakker te worden. Oké, en ik ben klaar. Ik ben aangekleed. Ik heb me lekker gewassen. Ik ben helemaal ready. Je kan zien dat mijn tan, die zit hier nog een beetje op mijn nek. Je ziet hier een hele donkere plek. Die krijg ik dus niet weg. Dus ik heb nu gewoon overal 3 verschillende kleuren huid. Maar goed, dat terzijde. Outfit van vandaag en natuurlijk eventjes de make-up look, want daar ben ik wel heel erg blij mee. Alles is van bij de Essence, de oogschaduws van Rimmel. Ook de kleur is van Essence, die heb ik gisteren gehaald en ik vind hem heavy. Maar ik vind hem ook wel heel erg tof. Ik ben er heel blij mee. Het is eventjes wennen dat ik in één keer zo'n harde kleur op heb. Verder ben ik voor een smoky eye gegaan, wat doorloopt onder mijn oog. Wat heb ik verder aan? Oorbellen zijn van Lucardi. Kettingje is van Lucardi. Dit hele kleine schattige bolletje. Topje Sena, BH Bonprix, wit. Ik was mijn eigen rot aan het zoeken vanmorgen naar mijn witte BH, maar we hebben hem gevonden. Dan heb ik deze blauwe spijkerbroek van Sena. En ik heb mijn Vans vandaag aan. Dus ja, yeah, I'm happy. Ik ben blij hoe het eruit ziet. Ik heb haar lekker gedaan. Het stond vanmorgen een beetje overeind, maar dat zit nu weer redelijk recht. Waar ik best wel blij mee ben. Het is vaak nog gedoe als ik 's avonds ga douchen. Heb ik 's morgens een probleem met mijn haar. Maar goed, het zit weer helemaal netjes. Ik ben best happy over de outfit vandaag eigenlijk. Ik vind het leuk dat ik zo mijn topje er heb ingestopt. En dan mijn blauwe broek erop. Witte schoentjes, of tenminste zwart-witte schoentjes. Ik ben heel tevreden. Wat ik nu ga doen is even wat afval wegbrengen naar de container. Want we hebben best wel wat afvalzakken. En daarna ga ik waarschijnlijk een begin maken aan de edit van deze halve week vlog. Morgen komt er... op dit kanaal geen weekvlog. Maar tenminste, morgen ga ik voor het andere kanaal vloggen. Dus vandaar dat ik de weekvlog hier afkap. Want vrijdag
ben ik de hele dag met mijn oma weg. Dingetjes regelen en doen wat ik ook niet kan filmen. Dus het heeft niet zo heel erg veel nut om dan ook te gaan filmen. Terwijl ik eigenlijk niks kan filmen. Dus vandaag is dat de laatste dag. Maar goed, we zijn net gestart. Het is nog maar net 10 uur. Dus we zijn net begonnen met deze dag. Ik ga eventjes vuilnis afbrengen. Dat moet ook gebeuren. I love the outfit. Goed, plannen zijn een klein beetje gewijzigd. In plaats van dat ik vuilnis ga wegbrengen. Oh fuck. Mijn busje. Precies nu. Oh, no. Ja, dan loop ik maar snel door. Heb ik weer. Hoe kan dat nou? Die bus moet pas over 3 minuten komen. Goed, in ieder geval. In plaats van dat ik nu naar de vuilnisbak ga lopen, loop ik naar de metro nu. Naar het centrum. Want ik ga het even naar het centrum toe om een paar boodschapjes te halen. We hebben wat dierenvoer nodig enzovoort enzovoort. Dus dat ga ik nu even doen. Er zit hier een leuke reiger. Het is heel lekker weer. Ik heb gewoon een topje aan met mijn jasje erover. Want het is heerlijk weer. Het is echt heel erg lekker. Dus ja, ik loop nu maar snel door naar het centrum. In de hoop dat ik daar de bus nog red. Oh. Goed, ik ben er bij de dierenwinkel geweest. Daar hadden ze niet wat ik moest hebben. Maar ik loop nu wel in de Albert Heijn. En deze Albert Heijn... En dus is een scanner. Dus ik ben helemaal happy. Ik ben gaan alles scannen. Super chill. Even kijken hoor. Ik heb bordjes al gescand. Ik moet daar nog meer hebben hoor. Maar even kijken wat ze allemaal hebben. Dan gaan we even scannen. Yay! Ik heb een paar kleine dingetjes nodig en dan ga ik afrekenen. Benieuwd, dus eerst ben ik met die ding werkt. Dus het is best handig, werkt goed. Ach ja, dit was grappig. Ik heb af kunnen rekenen. Ik hoop dat ik hier uit kan, denk ik niet. Nee, oh, dan moet ik omlopen. Nou, daar gaan we om. Ik heb alles, echt alles. Ik heb zelfs meer dan ik eigenlijk nodig had. Maar goed, we zijn bepakt in de zak. Nu op naar de bus. En dan naar huis. Let's go. Goed, we zijn weer aangekomen. Ik moet even mijn broek pijzen, want die zit niet helemaal aan het horen. En dan ga ik ermee voor uit. Ik moet nog heel veel naar de zeeman. Ik wil even een paar boxershorts halen voor vrouwen. Want die heb ik dus niet meer. En het is gewoon, jongens. Mijn ma zegt een topje aan en een jas eroverheen. Maar het is echt helemaal warm. Heel heet. Ja. Nou ja, even naar de zenuwen en dan loop ik met deze loodzware tas naar huis. Let's go. Ik kom er trouwens achter dat ik best heel vaak let's go zeg. Let's go.